Hier is het hoofdzakelijk eigenlijk een beetje het gamma, het palet van mogelijkheden tentoonstellen. Zowel vanuit Defensie welke eenheden, welke specialiteiten bestaan er allemaal. En dan vanuit de KMS hoofdzakelijk eventjes duidelijk maken, wat doet de KMS? Welke cursussen kunnen jullie hier volgen? Waaruit bestaat de opleiding op de militaire school? Waar gaan jullie logeren? Hoe ziet het dagelijkse leven eruit? Dat is eigenlijk de bedoeling. Je zegt, zo open mogelijk een duidelijk beeld schetsen van wie wij zijn en wat wij doen. KMS, dat is veel meer dan een universiteit. Dus wij werken eigenlijk op basis van een viertal pijlers. Op een gewone universiteit is eigenlijk enkel het academische dat telt. Maar wij hebben ook de pijler militair, sport en karakterieel. Dus op een gewone unief moeten we gewoon slagen voor het academische. Hier komt daar zoveel meer bij kijken. Dus wij gaan op kampperiodes in onze militaire pijler. Wij gaan op sport, wij hebben sport ook. We hebben 5 uur verplichte sport per week. Dus als je heel sportief bent, kom naar hier. En dan hebben we ook een karakteriële pijler. Dus je leert echt leiderschapskwaliteiten ontwikkelen. Je leert managen ook, dus dat is wel heel belangrijk. Ja, ik moet zeggen, het is hier behoorlijk druk. Het is echt wel een komen en gaan van mensen die hier toch wel een kijkje willen komen nemen. Is het leger populair? Ik hoop het. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat wij een aantal jaren inderdaad gekampt hebben met onbekend is onbemind. Helaas, en ik ben de eerste om te zeggen, helaas, de aanslagen van een aantal jaren geleden zijn voor iedereen een wake-up call geweest. En de militair is toen heel prominent aanwezig geweest in het straatbeeld. De reden daarvoor is eigenlijk heel simpel. Omdat wij als militair permanent trainen voor situaties waar we hopelijk nooit mee geconfronteerd gaan worden. Maar we zijn er wel klaar voor. En dat is eigenlijk van de ene dag op de andere dag toen gebeurd. En de mensen hebben ons toen gezien op straat en hebben toen wel begrepen wat dat de meerwaarde kan zijn van de militair voor de maatschappij. Zowel in binnenland als in het buitenland. Misschien een extra component is een populair televisieprogramma op dit moment, Kamp Waas. Zorgt dat er effectief voor dat dat populairder wordt? Ik zou niet zeggen dat wij op de Koninklijke Militaire School onmiddellijk de effecten ondervinden. Er zijn sowieso effecten, dat is duidelijk. Hè? Naambekendheid, laten zien waaruit militaire training zoal kan bestaan. Want het zijn uiteindelijk ook maar een aantal facetten die worden uitgelicht. Hè? Maar het doelpubliek waar wij op mikken hier op Militaire School, dat zijn hoofdzakelijk de toekomstige officieren. En een aantal van die officieren zullen inderdaad dergelijke opleidingen volgen en dergelijke opdrachten moeten uitvoeren. Maar dat is maar een klein deeltje daarvan. Dus om nu te gaan zeggen dat wij op de militaire school daar echt de effecten al van ondervinden, ik denk dat dat een beetje voorbarig is. Iets wat daar vaak nog niet is geweten is dat ik ook kunt studeren bij Defensie. Wij bieden masteropleidingen aan. En dat is meestal wel echt een poolfactor ook voor die mensen. Het is niet enkel direct komen werken. Nee, je kunt hier effectief ook komen studeren. En dat is voor veel mensen echt wel de stap om naar het leger, naar Defensie te komen.